Dank u wel, meneer voorzitter. Met betrekking tot de cyanide kwestie, meneer voorzitter. We weten, en dat is uit alle informatie ook gebleken, dat het vraagstuk van toepassing van cyanide en het gebruik van cyanide binnen de mijnbouwsector, met name de kleinschalige goudwinning, al geruime tijd plaatsvindt. En wat we gemerkt hebben is dat de afgelopen jaren er een stukje gedoogbeleid is gekomen. Vanuit sommige instanties werd zelfs publiekelijk statement afgelegd dat het niet gevaarlijk zou zijn, het milieuvriendelijk zou zijn. En zo is men doorgegaan. Jaren, meneer de voorzitter, totdat wij uiteindelijk geconfronteerd zijn geworden als land, als samenleving. En natuurlijk wij ook als regering met de sociaal-maatschappelijke onrust die ontstaan is als gevolg van de toepassing en gebruik van cyanide in verschillende mijnbouwactiviteiten, meneer voorzitter. En als zo'n onrust ontstaat, dan moeten we ingrijpen. Dan moeten we optreden en dat is ook wat uw parlement gevraagd heeft van de regering. En de regering heeft opgetreden, meneer voorzitter. De regering heeft maatregelen getroffen. Juridisch is het duidelijk dat cyanide verboden is. Dus cyanide kan niet binnenkomen. Echter, meneer voorzitter, zijn er verschillende stoffen, chemische stoffen, die het land binnenkomen, waarin wel delen van cyanide ook aanwezig zijn. Hier is namelijk waar wij ons als regering inzetten, namelijk dat die delen, die stoffen, geïdentificeerd worden en dat ze ook door middel van goed laboratoriumonderzoek, of het nou nationaal of internationaal moet gebeuren, meneer voorzitter, die opdracht is gegeven om dat volledig te doen, om al deze stoffen te identificeren en ook daar een verbod op te stellen. En de minister van Economische Zaken heeft het in ieder geval al verklaard dat het op de negatieve lijst voorkomt, meneer voorzitter. We hebben nogmaals in de regering besloten dat er geen enkel gebruik van cyanide mag plaatsvinden in die kleinschalige goudwinning, meneer voorzitter. Maar natuurlijk, als het verboden is in je land, net zoals die kwik, die verboden is, blijkt dat er toch grote hoeveelheden van deze stoffen in het land zijn. En hier moeten we dan nauw gaan samenwerken met onze buurlanden, dat is op agenda met onze buurlanden. Dat is recentelijk ook besproken in Brazilië, toen ik daar aanwezig was. Dat wordt ook op de agenda geplaatst in de samenwerkingsrelatie met Guyana, om te kijken hoe wij gezamenlijk kunnen optreden als landen om de smokkel, om de transporten, om gebruik van deze gevaarlijke stoffen in deze mijnbouwactiviteiten zoveel mogelijk te verbieden, te voorkomen en aan te pakken. Meneer voorzitter, datgene wat aangetroffen is op locaties, datgene wat aangetroffen is in Paramaribo, datgene wat aangetroffen is in magazijnen, daar hebben we als regering het besluit genomen dat deze zo snel mogelijk verwijderd moeten worden. En daarvoor is er een contractor ingehuurd die op veilige wijze al deze hoeveelheden weggehaald heeft, verplaatst heeft, opgeslagen zijn en onderzocht is dat het veilig is opgeslagen, meneer voorzitter. En hierop moeten we ook antwoord zien te vinden. Hoe gaan we dit vernietigen? Daarvoor hebben we weer deskundige bijstand nodig. En dat is ook al ingezet dat we die bijstand moeten krijgen om te kijken wat de beste wijze van die vernietiging hiervan is. En als je dat niet goed doet, kan dat op zich weer leiden tot weer een ander probleem en een andere ramp wat we niet willen. Meneer voorzitter, we willen dat op een deskundige wijze doen. De regering heeft constant monsters genomen uit verschillende gebieden, in verschillende wateren, maar met name ook gebieden van waar er drinkwater in feite geëxploiteerd wordt, meneer voorzitter. En al deze samples zijn gestuurd geworden naar de laboratoria wat we hebben. We hebben weer vragen gehad dat er soms twijfels zouden zijn, de reacties in de samenleving, dat er soms twijfels zouden zijn. We hebben als regering beslist, laten we die monsters ook sturen naar het buitenland. En de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die is hier. De resultaten, heb ik begrepen van de minister, die zijn al binnen van het buitenland.
Dus hij kan ook die resultaten van het buitenland ook presenteren aan het parlement, wat de buitenlandse laboratoria hieromtrent zeggen. Meneer de voorzitter, misschien dat men daar meer geloof heeft. Meneer de voorzitter, het gaat ook om de menselijke kant van deze operaties. Want als we deze operaties ondernemen, dan zitten we alleen aan de emotionele kant van ze moeten zo snel mogelijk weg uit de leefgemeenschappen waarachter ook staan. Maar wie moet het weghalen? Het zijn weer mensen die het moeten weghalen. En die mensen moeten ook beschermd worden. Tegen alle moderne, met alle moderne middelen die er bestaan om zulke stoffen weg te halen. En morgen op de regeringsagenda, meneer voorzitter, staat een raadsvoorstel van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen dat we zo snel mogelijk uitrusting en beschermingsmateriaal moeten gaan aanschaffen voor het personeel dat ingezet wordt. Om al deze zaken op te ruimen en te vernietigen, meneer voorzitter. Ook aan dat deel moeten we goed aandacht schenken en maatregelen treffen. Meneer voorzitter, want de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers en die personen die ingezet worden, die zijn ook belangrijk, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, we gaan alles doen om te zorgen dat we onze natuur gaan beschermen. Ons milieu gaan beschermen. Ons biodiversiteit gaan beschermen. We zijn een van de drie landen in de wereld met een carbon-negatieve status. Meneer voorzitter, laten we alles samen doen om dat te behouden. En daarvoor hebben we gezamenlijke inspanning nodig. Daarvoor hebben we ook alle inzichten nodig wat wij allemaal als land kunnen doen. En als we als land dat niet kunnen doen, moeten we bijstand inroepen van het buitenland, meneer voorzitter. En voor de rest was vicepresident heel nadrukkelijk ingegaan op alle detailistische aspecten. Meneer voorzitter, de minister van NH is nog beschikbaar als er nog vragen zullen zijn. Meneer voorzitter, dan hebben we die kwestie gehad van die uitzetting. Van mevrouw Edenburg Muriel. Welke enorm veel aandacht gehad heeft in het land. Wat enorm veel aandacht gehad heeft ook in het buitenland. Maar laat me aangeven, meneer voorzitter, dat voor wat betreft het beleid met betrekking tot vreemdelingen, regels die er gelden voor vreemdelingen, dat er daarvoor wetten zijn. En dat is vreemdelingenwet, vreemdelingenbesluit, en zijn tal van aanverwante wetten die aangeven namelijk hoe om te gaan met het vraagstuk van vreemdeling, meneer de voorzitter. Daarvoor hebben we nationale wetgeving, maar daarvoor zijn er ook internationale verdragen. Maar ook als er vreemdelingen ongewenst gedrag gaan vertonen, zodat ze verklaard kunnen worden als een ongewenste vreemdeling, of vreemdelingen die in strijd met de wet handelen, of vreemdelingen die in strijd met openbare orde en rechtsorde handelen, zijn er regels aangegeven, namelijk hoe in zulke gevallen te handelen en wie die autoriteiten zijn en wat de procedures zijn en wat de processen allemaal zijn. En de regelgeving is zorgvuldig ontwikkeld, meneer voorzitter, waarbij er zelfs mogelijkheden zijn aangeboden van beroep bij de president als iets op het lager niveau, of het op operationeel niveau is, of het op ministerieel niveau is, niet correct zou gaan, meneer voorzitter. Daarna zijn er mogelijkheden ook aangegeven om de rechterlijke macht ook te adiëren, meneer voorzitter, als u niet eens bent. En dat aspect wordt ook door het verdragen recht goed geregeld, meneer voorzitter. Het is een interstatelijke aangelegenheid. Het heeft te maken met een activiteit die grensoverschrijdend is en waar soms meerdere landen betrokken zijn. En daarom is het goed om ook een goed overleg te hebben met alle landen die betrokken zijn hierbij, meneer voorzitter. En natuurlijk gaat dat gebeuren op basis van goed diplomatiek overleg, goed diplomatiek contact, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, los van dit rechtsstatelijk deel wat in acht genomen zal moeten worden, en het internationaal gedeelte, zijn er ook aspecten die te maken hebben met beginselen van goed bestuur.
En als je zulke handelingen treft als overheid, als regering, dat je de algemene beginselen van goed bestuur ook goed in acht zal moeten nemen, meneer voorzitter. In de kwestie van de uitzet in Edinburgh heb ik als president alle informatie opgevraagd van de minister van Justitie en Politie. En die informatie heb ik afgelopen dagen ontvangen, meneer voorzitter. De informatie is in een dossier vervat waarin de minister chronologisch heeft aangegeven, de gronden heeft onderbouwd, de overwegingen heeft ook aangegeven welke hij gebruikt heeft om de persoon van Edinburgh het land uit te zetten, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, daarnaast worden wij al verweten door de nationale gemeenschap, tal van organisaties, door diplomatieke instellingen, maar ook vanuit de internationale gemeenschap worden wij als staat nu al verweten, namelijk dat de uitzetting in strijd zou zijn met zowel de nationale wetgeving als het internationaal recht, meneer voorzitter. En natuurlijk kunnen we ons allemaal ons eigen oordeel geven. Ook ik heb mijn gevoelens, meneer voorzitter, op basis van beoordeling. Maar het is goed. Het is goed om deze zaak en alles wat daar is aangegeven in een dossier vervat is, voor te leggen aan een onafhankelijke instantie, meneer voorzitter. En we hebben besloten om de agent van de staat van Suriname te betrekken in deze zaak om een grondig onderzoek te doen en ons te adviseren en te informeren binnen 2 weken, meneer voorzitter. Als regering hebben we een instituut in het leven geroepen van agent van de staat, waarin de gewezen procureur-generaal, meester Bainat Pandey, leiding aangeeft met andere mensenrechtendeskundigen van Suriname, die erin participeren en de staat ook vertegenwoordigen bij internationale mensenrechtenorganisaties, meneer voorzitter, zoals Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens, Inter-Amerikaans Hof, meneer voorzitter, dat we gedegen advies krijgen met betrekking tot deze kwestie, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, dan hebben we de kwestie gehad van de Mennonieten, meneer voorzitter. En ook hierover zijn er verschillende opmerkingen gemaakt, vragen gesteld, meneer voorzitter. Soms rationeel, soms emotioneel, soms op een wijze wat niet correct is naar groepen van mensen, meneer voorzitter. Maar laten we zakelijk proberen in te gaan op het vraagstuk van de Mennonieten. Meneer voorzitter, je ziet namelijk dat er enorm veel informatie ook vrijkomt op de social media, op de gewone media. En wij als regering, met name vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben het verzoek gehad, namelijk van de lokale, een lokale ondernemer, een investeerder die in de agrarische sector zit, meneer voorzitter, om een groep van Mennonieten naar Suriname te laten komen om hen in te zetten voor de agrarische sector. Meneer voorzitter, het is bijzonder belangrijk dat we zaken niet geïsoleerd bespreken, maar breed. En dan kunnen we nagaan wat de issues zijn. En dat goed bespreken, dat goed aanpakken, zodat alles wat te maken heeft met een stukje onzuiverheid, alles wat te maken heeft met een stukje perceptie, dat goed weggemaakt kunnen worden, meneer voorzitter. Wij hebben als regering beslist, we gaan die agrarische productie in het land opvoeren. En dat hebben we gedaan als land, puur op basis van onze eigen visie als land. Want al jaren horen we dat Suriname een voedselschuur moet worden. Maar het blijft bij woorden, meneer voorzitter. En als we inderdaad Suriname een voedselschuur willen maken, moeten we beleid ontwikkelen. En daarom hebben we beslist, meneer voorzitter, dat wij fondsen in het leven gaan roepen om de agrarische sector te ondersteunen. En zo heeft uw parlement goedgekeurd, namelijk NOVA-fonds binnen het ministerie van LVV. En de minister kan ingaan, namelijk hoe groot die vraag is nu bij NOVA-fonds van verschillende ondernemers die nu wensen te ondernemen met goedkoop kapitaal. En dit fonds is opgetopt naar 100 miljoen SRD, meneer de voorzitter.
Tevens hebben we in het leven geroepen namens onze productiefonds, productiekredietfonds bij het ministerie van Financiën. Ook daar is er behoorlijk hoeveelheid geldbedrag, 100 miljoen, ook geplaatst om goedkoop kapitaal te krijgen, ook voor de productiesector. Bij economische zaken hebben we het KMO-fonds, wat binnenkort operationeel wordt, omdat het staatsbesluit in werking gaat treden voor die kleine ondernemers, voor die middelgrote ondernemers die goedkoop kapitaal kunnen krijgen. En het fonds dat ondersteund wordt ook door de Wereldbank en andere internationale financiële instituten. We hebben onze wet hier goedgekeurd. Wet NIFS voor die voedselveiligheid. Maar ook daarmee om die voedselzekerheid te garanderen voor ons als land, maar ook voor de buitenwereld. En in CARICOM staatshoofdenvergadering, meneer voorzitter, is besluit genomen om de import van voedsel te reduceren met 25% in het jaar 2025. Dat wil zeggen, de lokale productie moet gestimuleerd worden. De lokale productie moet op gang komen. En daarvoor zijn deze fondsen in het leven geroepen. Daarvoor hebben we als regering 300.000 hectare aan land beschikbaar gesteld voor serieuze investeerders, met name in de agrarische sector. En we zien nu verschillende bedrijven van Brazilië en China die op dit moment bezig zijn om hun eerste productie voorbereiding te treffen. En één bedrijf is al zelfs zover dat het bedrijf nu al behoorlijk al geoogst heeft, producten op de lokale markt brengt en nu plannen heeft om te exporteren zijn bedrijf in Saramaka, de Tijgerkreek. Meneer voorzitter, we moeten onze lokale boeren ook gaan ondersteunen. En daarvoor is er ook een beleid ontwikkeld. Ik heb nog gisteren overleg gehad met de minister van Financiën, omdat ook het besluit met betrekking tot vrijstelling van inputs, dat besluit is komen te vervallen. Er is enorm druk in de wereld van investeerders nu, in de wereld van agrariërs, mensen die willen investeren en vrijstellen wensen voor de inputs. En daarvoor zijn er twee mechanismen, dat is de BTW, welke nu onder hamer staat van uw geacht college om dat te herzien. En kijken welke sectoren in aanmerking zouden moeten komen om daar die vrijstelling voor te krijgen op basis van gedegen evaluatie. Maar ook dat vrijstellingsbesluit dat de minister van Financiën dat gaat evalueren en die sectoren gaat opnemen die inderdaad stimulans nodig hebben om te zorgen dat die productie op gang komt, die economische groei ontwikkeld wordt, meneer voorzitter. En tegen deze breder perspectief is de zaak dan ook binnen de regering besproken van de kwestie van Menemute in de vorm van investering in Suriname. We hebben het aspect van alle kanten bekeken. Het is zeker een paar maanden in de regeringsraad besproken, omdat er ook daar verschillende vragen waren, ook daar verschillende sentimenten waren, ook daar verschillende issues waren. En uiteindelijk is er beslist geworden om een pilotproject hieraan te koppelen voor een tijdsperiode dat beperkt is tot 50 families, dat de staat geen grond ter beschikking gaat stellen, dat de staat geen grond zal verkopen aan hun. En dat is gelukkig niet gebeurd. En als er personen komen, zullen ze onderworpen moeten worden aan de normale procedure van vreemdelingenwet, vreemdelingenrecht. En dat alles goed getoetst zal moeten worden, ook met een achtneming van het veiligheidsaspect. Dat als de personen zelf grond gaan zoeken, dat niet mag zijn in leefgemeenschappen, in stamverband levende gemeenschappen en of in die omgeving. Dat in ieder geval de personen geen gronden gaan zoeken in gebieden waar er een juridictie, wat nog verder uitgewerkt wordt hier in het Gaag College, van grondenrechten heerst. Die zorgvuldigheidsdingen zijn meegenomen. Op dit moment hebben we geen enkel aanvraag, meneer voorzitter, dat de groep naar Suriname komt, want dat is de afspraak. Men moet de namen sturen, de lijst sturen, er gaat screenen plaatsen. Dat is niet gebeurd. Er is geen verzoek voor grond, er is geen grond gegeven door de staat, er is geen verzoek van mensen die in het land komen, maar er zijn wel plannen, namelijk die gepresenteerd zijn aan de regering. En als de regering hebben we gezegd, pilot. En we kijken uit naar die pilot onder voorwaarden zoals ik net genoemd heb. En die voorwaarden zijn ook schriftelijk kenbaar gemaakt aan de lokale vertegenwoordiger van die organisatie in Suriname. Hier meneer de voorzitter. Meneer voorzitter, dan hebben we het aspect gehad
Maar laat me een voorbeeld geven. Dat is een voorbeeld van, omdat we in CARICOM staan, hoe de verband aanwezig waren in Bahama's, heb ik dit aspect ook besproken. En met name Belize, de premier van Belize, heeft heel duidelijk aangegeven dat ze al een paar jaren bezig zijn met dit project in Belize. En in feite, het project geleid heeft tot importvervanging van verschillende agrarische producten. En dat de productie zodanig toegenomen is dat niet alleen de lokale markt voorziet, maar ook aan die exportmarkt. En dat Belize inmiddels besloten heeft tal van goederen niet meer te laten importeren in Belize, vanwege het feit dat men het lokaal zelf produceert, waardoor ze tal van deviezen kunnen besparen. Meneer voorzitter, een voorbeeld van een CARICOM lidstaat dat dit project ook uitvoert, meneer voorzitter. Maar natuurlijk luisteren we naar alle sentimenten en alle aspecten. Natuurlijk luisteren we naar alle bezorgdheid. En we hebben de regering afgesproken, morgen in de regeringsraad gaan we een clusterteam van ministers aanwijzen met een technisch team om dit project goed te monitoren, goed te controleren, goed te begeleiden, zodat alle aspecten die er zijn, die kunnen leiden tot onduidelijkheid, tot spanningen, dat die weggemaakt moeten worden. Dat het clusterteam van ministers en technisch team opdracht zal krijgen om met de coördinator in communicatie te gaan, goed overleg te hebben met functionele groepen in de samenleving, goed overleg zal hebben als het moet met traditionele groepen en gezag in de samenleving, dat er goede voorlichting komt, goede informatie komt, want wij gaan geen project uitvoeren welke zal moeten bijdragen tot spanningen in het land, meneer de voorzitter. Dat is niet waarachter de regering staat en wij willen dit project goed begeleiden op een verantwoorde wijze, meneer de voorzitter, als het inderdaad kan bijdragen tot productieverhoging, als het kan bijdragen ook dat werkgelegenheid en een van de randvoorwaarden is dat Surinaamse bedrijven betrokken moeten worden als local content in het aanleveren als outgrowers en ook dat ze mee profiteren in die spin-off van al deze activiteiten, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, daar hebben we een hele discussie gehad over het geven van percelen aan vreemde mogendheden of vreemde mogendheden in Suriname wel eigendomspercelen mogen hebben en krijgen. Meneer voorzitter, in Suriname is het al jaren zo dat vreemde mogendheden eigendomspercelen hebben. Dat is al jaren zo, meneer voorzitter. En voor wat betreft de kwestie die gespeeld heeft tot uitgifte van domeingrond aan in eigendom, in dit geval aan Republiek India, meneer voorzitter, daar is er door een team van deskundigen gevraagd worden om goed alle aspecten te onderzoeken en een goed advies te geven aan de regering, meneer voorzitter. Vermeldenswaard is dat het aspect van deze grond al geruime tijd speelt, meneer voorzitter. Jaren. En deze grond eerder al door een ander president van Suriname al gegeven is aan India. En uit correspondentie blijkt ook namelijk de garantie die de Surinaamse regering gegeven heeft aan India met betrekking tot het verkrijgen van duurzame titel op deze grond, meneer voorzitter. Wij zijn er gekomen en deze case aangetroffen, meneer voorzitter. Wij hebben als regering beslist, laten we op basis van goed vertrouwen datgene wat al eerder gebeurd is door voorgaande regeringen naar de regering van India, zelfs op het niveau van de president, dat goed afwikkelen. En dat hebben we gedaan door na te gaan, meneer voorzitter, de wettelijke regeling en waarbij de mogelijkheid duidelijk is aangegeven in het decreet beginselen grondbeleid, meneer voorzitter, voor overdracht van domeingrond naar eigendom. Deze mogelijkheid is verder uitgewerkt in het decreet uitgifte domeingrond, waarin aan de minister belast met grondbeleid de bevoegdheid wordt gegeven om met toestemming van de regering domeingrond in eigendom over te dragen. Het een en ander uit te werken bij staatsbesluit. Tegen deze achtergrond zijn al 3 staatsbesluiten uitgevaardigd, meneer voorzitter. Dat is 2009, februari 2020 en juli 2020,
meneer voorzitter. Deze staatsbesluiten hebben geen betrekking op overdracht van domeingoed naar vreemdenmogendheid, wat als een hiaat door het bestuur wordt ervaren. Met name in gevallen waarin de diplomatieke betrekkingen met een vreemdenmogendheid reeds decennia dateren. We hebben gemerkt dat de rechtstitel van grondhuur in deze gevallen vaak onvoldoende tegemoet komt aan de wensen van de vreemdenmogendheden. Meneer voorzitter, de verzoeken betreffen ambtswoningen of andere faciliteiten waarbij gedacht kan worden aan multifunctioneel centrum voor culturele en educatieve doeleinden. Meneer voorzitter, wij als regering zijn ook een grote voorstander van het verder verdiepen en het ontwikkeling brengen van de internationale samenwerking in cultuur en educatie met bevriende naties, meneer voorzitter, waarbij in voorkomende gevallen het opzetten van gebouwen of anderszins door de centstaat als noodzaak wordt ervaren. Het is tegen deze achtergrond dat dit staatsbesluit gestalte kreeg. Meneer voorzitter, en per definitie zijn uitgesloten uitgifte van domeingrond in woon- en leefgebieden van inheemse volken en tribale volken. Ook niet in natuurparken en gronden en natuurreservaten. En ook niet in gebieden die genoemd staan op de werelderfgoedlijst. Deze zijn ook de zaken die voorgekomen zijn uit het advies van de staatsraad, meneer voorzitter, die ook overgenomen zijn. De staatsraad heeft ook andere kanttekeningen geplaatst op het staatsbesluit, waarvan het grootste deel is overgenomen en verwerkt in de redactie van het staatsbesluit, als ook de nota van toelichting, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, een van de kanttekeningen van de staatsraad was namelijk een beperking van overdracht in de districten, om die beperking te laten plegen alleen in de districten Wanica en Paramaribo. Meneer voorzitter, terwijl we weten namelijk dat grensdistricten ook gebruikt kunnen worden voor consulaten, voor diplomatieke instellingen, dan zie je namelijk dat deze beperking niet functioneel is in het diplomatiek verkeer, meneer voorzitter. En dat is ook niet overgenomen. Meneer voorzitter, alle andere zaken die zullen verder verwerkt worden in een presidentiële resolutie, maar alle lopende verzoeken van bevriende naties met een achtneming van het gestelde in het staatsbesluit, die zullen afgehandeld worden, meneer voorzitter, conform het staatsbesluit. Meneer voorzitter, met India onderhouden we bevriende samenwerkingsrelatie en diplomatieke betrekking vanaf 1976, meneer voorzitter. En al geruime tijd, er zijn meerdere regeringen die hierover zijn gegaan, die hebben het verzoek gehad om een stukje grond, wat de regering van India van Surinaamse regering gehad heeft, namelijk gelegen aan de Jagannath Lakshmanstraat, dat te krijgen in een rechtszekere titel, meneer voorzitter. En verschillende regeringen hebben dat symbolisch gegeven, of in een nota, of in een brief, dat het zal gebeuren. Alleen hebben ze dat niet kunnen realiseren, meneer de voorzitter. Meneer voorzitter, wij gaan het wel realiseren. Op een correcte wijze, met inachtnemen van die wettelijke regeling, met inachtnemen van het staatsbesluit wat ook inmiddels al ontworpen is. En natuurlijk gaan we alle voorwaarden die de staatsraad heeft aangegeven in een overgangsfase naar een presidentiële resolutie uitwerken en vervatten, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, tot slot, voor wat betreft dit aspect. Dat het staatsbesluit alleen die mogendheden tot onderwerp heeft die formele diplomatieke, consulaire en culturele relatie met Suriname onderhouden, conform het verdrag van Wenen en op basis van reciprociteit. Meneer voorzitter, laat dit ook duidelijk ook gezegd zijn. En het geldt niet voor elke buitenlandse en of vreemde mogendheid. Meneer voorzitter, dat is ook besloten door de regering. Meneer voorzitter, dan waren er ook vragen gesteld met betrekking tot het financieel-economisch beleid. En natuurlijk is de minister hier om in te gaan op al de technische vragen. Maar ik zal me meer focussen op het beleid wat we afgelopen 2,5 jaar hebben gevoerd. Meneer voorzitter, en waar er ook verschillende vragen hierover gesteld zijn met betrekking tot onze economie, met betrekking
tot de internationale samenwerking met internationale instituten en alle aspecten die te maken hebben met de maatregelen die we als regering treffen om de economie weer gezond te maken, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, toen we aantraden en hebben we het hier in het parlement ook duidelijk kenbaar gemaakt wat ons doel was als regering. En dat was herstel van onze economie. Dat we onze economie willen ordenen. Dat we onze economie gezond willen maken. Met herschikking van de schulden. Meneer voorzitter, 4 miljard Amerikaanse dollar schuld. Herschikking van de schulden, nationaal en internationaal. Het uitvoeren van het IMF-programma. De implementatie van een sociaal programma om de samenleving te beschermen, de kwetsbare groepen te beschermen. Meneer voorzitter, de geleidelijke afbouw van de subsidie. En het treffen van maatregelen ter versterking van de koopkracht in de samenleving, meneer voorzitter. Het introduceren van minimumloon. En vanaf 1 juli gaat weer een nieuwe verhoging in voor wat betreft minimumloon, meneer voorzitter. Het beheersen van de wisselkoers en het uitvoeren van het herstelplan en het uitvoeren van ons meerjarenontwikkelingsplan. Dat zijn de doelen die we ons in ieder geval als prioriteit hebben aangegeven, meneer de voorzitter, om in de regeerperiode goed uit te voeren met als doel economische groei, productie, werkgelegenheid, welzijn, welvaart, meneer voorzitter. En bij uitvoering van al deze activiteiten, maatregelen, programma's, meneer voorzitter, hebben we enorm veel onderhandelingen moeten voeren. Op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Er is veel dialoog ingezet, met name ook op nationaal niveau. Er is vertrouwen ingezet internationaal om te komen tot herschikken van de schuld, meneer voorzitter. En natuurlijk, deze maatregelen, die hebben een social cost price, meneer voorzitter. Deze maatregelen werken door naar de samenleving. En ze hebben ook social en human cost. En we hebben dat gezien aan de hand van verschillende protesten. De spanningen, incidenten, soms ernstige incidenten, meneer voorzitter, allemaal symptomen waarbij het volk enorm veel offers heeft gebracht. Ja, meneer voorzitter, het volk heeft offers gebracht dat wij in ieder geval als land weer onze economie op goede reis konden brengen, gezond konden maken. Maar aan de andere kant, meneer voorzitter, dat beleid dat we uitvoeren, die is ook gebonden aan randvoorwaarden, aan condities, aan prior actions en een target tijdlijn, dat je die targets moet halen, meneer voorzitter. En dat beïnvloedt namelijk ook het bestuur, dat beïnvloedt namelijk ook de werkwijze. En dat heeft ook te maken met soms setbacks die je krijgt als regering. Soms vanwege het niet halen van een target, soms vanwege gebrek aan capaciteit. Waarom we ook werken, meneer voorzitter, dat die capaciteit er is om die doelen daadwerkelijk te realiseren. Meneer voorzitter, wij willen op koers blijven. En we zijn op koers gebleven. Die koers om te gaan naar die gezonde economie. Die koers om te zorgen dat er weer stabilisatie komt. Die koers om te zorgen dat we weer evenwicht krijgen in onze economie en onze begroting. Die koers om ook die wisselkoers te stabiliseren, meneer voorzitter. Maar die koers die moet leiden naar een bestemming van duurzame oplossing van de economie en duurzame schuldherschikking en duurzaam sociaal programma. Met name een programma gericht op bescherming van de samenleving en kwetsbare groepen op basis van ook subject, subsidie, meneer voorzitter, en koopkrachtversterking. Meneer voorzitter,
Al deze zaken die hebben geleid tot een betere startpositie van ons als we praten over de tweede helft, meneer voorzitter. We zien namelijk de resultaten die niet uitgebleven zijn. En natuurlijk zijn we nog niet klaar, meneer voorzitter. We gaan door met die maatregelen. Maar onze monetaire reserves zijn weer gegroeid tot bijna 1,2 miljard Amerikaanse dollar, meneer voorzitter. Onze staatsschulden die zijn weer afgelost met ruim 2,5 miljard SRD, meneer voorzitter. De schuldherschikking met de commerciële schuldeiser Oppenheimer, meer bekend als Oppenheimer, is teruggebracht met 25%, meneer voorzitter. BTW is ingevoerd na ruim 25 jaar, meneer voorzitter. En natuurlijk moet er nog verbetering komen. Natuurlijk moet het verder geëffectueerd worden. Natuurlijk moeten de inkomsten afgedragen worden aan de Belastingdienst. En natuurlijk moet de Belastingdienst ook die afdrachten plegen naar die bedrijven die zorg dragen dat de BTW ook uitgevoerd wordt, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, we hebben de bankwet inmiddels afgekondigd. De kasreserve is weer naar ruim 300 miljoen. De dekking van importen van 0 naar 7 maanden importdekking, meneer voorzitter. En we hebben met het bereiken van een duurzame schuldherschikking, meneer voorzitter, hebben wij nu geen status van een junk status, meneer voorzitter. Onze credit rating is stable. Meneer voorzitter, ons begrotingstekort moet naar single digit. Van 19% hebben we gebracht naar ruim 10. Komende jaren gaan we het brengen naar single digit. Conform de internationale standaarden. Meneer voorzitter, we zijn, meneer voorzitter, waar we in juni 2020 geen salarissen konden betalen aan ambtenaren, zijn we nu in staat ruim 8 miljard SRD aan salarissen zelf te betalen, meneer voorzitter, zonder te lenen. Meneer voorzitter, we hebben samenwerking nu met bedrijfsleven en samen met de bankiers, de regering, zorgen voor dat de uitvoering van het IMF-programma gemonitord wordt met gedeelde verantwoordelijkheid van de private sector. Van de bankiersvereniging en de regering, meneer voorzitter. Dat is op basis van partnerschap. Dat is op basis van goed dialoog wat we willen. Meneer voorzitter. Ook aan sociale programma's is er enorm veel geld uitgegeven. Ruim 16 miljard is er uitgegeven, meneer voorzitter. Voor sociale programma's, AOV, kinderbijslag en het Social Beneficiary Program. En we gaan dit uitbreiden zodat iedereen beschermd wordt en niemand achtergelaten wordt, meneer voorzitter. Ook het bedrijfsleven ondersteunen we ter stimulering van de productie in het land, meneer voorzitter. En ik heb al eerder aangegeven, de investeringsfondsen die al meer dan 200 miljoen al hebben. Maar ook voor wat betreft belastingvrijstelling om productie te stimuleren, wordt er jaarlijks 4 miljard SRD aan stimulansen geven, meneer voorzitter, aan bedrijfsleven, aan productie te stimuleren. Meneer voorzitter, die economische groei die negatief was, dat wordt volgens IMF-voorspelling dit jaar 2,3% plus, meneer voorzitter, plus 2,3. Niet projecties vanuit Surinaamse instituten vanuit IMF, meneer voorzitter. En we zijn behoorlijk gevorderd in het herstel en wederopbouw, meneer voorzitter. We zijn er nog niet. Morgen staan we op agenda, meneer voorzitter, van het IMF-programma. Van board level, staff level hebben we overeenstemming bereikt. En er is veel overleg geweest, er is veel correspondentie geweest. Er zijn veel ontmoetingen geweest, nationaal en internationaal, meneer voorzitter. IMF, IDB, World Bank, Caribbean Development Bank en alle andere internationale financiële instituten, meneer voorzitter, zijn samenwerkingspartner van ons. En werken nauw samen met hun.
En ik heb goede overtuiging, ik heb ook goed geloof dat ook morgen dit deel tot een goed einde komt, meneer voorzitter. Waarna Suriname op reguliere basis kan rekenen op meer financiële steun, waardoor er meer financiële middelen vrij gaan komen voor budgetsteun en waarbij uit die budgetsteun er meer middelen vrijgemaakt kan worden naar die samenleving voor die koopkrachtversterking, meneer voorzitter, en dat iedereen een beter leven mag hebben. Meneer voorzitter, we hebben hierbij enorm veel ondersteuning gehad van bedrijfsleven, van de vakbeweging, van het maatschappelijk middenveld en vrijwel de hele bevolking. Meneer voorzitter, niet dat men tevreden is. Ja, het heeft hard getroffen. Maar men ziet wel, in ieder geval op macro-economisch niveau, de vorderingen komen, de verbeteringen komen. En nu is het uitvoeren naar meso- en microniveau. Microniveau is het niveau van de samenleving. Dat er meer investeerders komen voor die werkgelegenheid. Dat daar die productie opgevoerd wordt. Voor inkomstengenerering en voor export. Meneer voorzitter, natuurlijk moeten we de samenleving goed informeren. Want natuurlijk moeten we goed communiceren met het volk. En daar scoren we nog niet goed, meneer de voorzitter. En daar moeten we meer inspanning plegen. We zijn als regering bezig. Intern met de retreat afgelopen weekend. Aanstaande zaterdag gaan we vervolgretreat inzetten. Om ook het aspect van communicatie vanuit de regering te verbeteren naar de samenleving, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter. Het was niet makkelijk, ook niet in uw graag college. De debatten waren soms behoorlijk verhit, de discussie in de samenleving. Maar ook de acties die we allemaal goed hebben opgelost, meneer voorzitter, met goed dialoog. Met FITS hebben we goed dialoog ingezet en daar is een tijdlijn afgesproken dat we om de 2 weken gaan zitten met een clusterteam van minister deze week weer. Om alles te listen aan zaken die geïmplementeerd moeten worden in de verschillende dorpsgemeenschappen met betrokkenheid van de dorpshoofden. Daar waar er hiaten zijn in het bestuur, dat die opgelost wordt. Meneer voorzitter, en die maatregelen worden nu al getroffen om dat duurzaam op te lossen. En daar waar er sprake is van dorpsbestuursleden die nog bij de rechterlijke macht de zaak uitvechten, dat we dat ook goed afwachten, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, we gaan door met het overleg. We voeren overleg met het tripartiet overleg, met de Sociaal-Economische Raad, met bedrijfsleven, met de vakbonden. En we gaan door op deze wijze om in dialoog te blijven met de totale samenleving, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, en we werken ja. Er wordt hard gewerkt en er worden ook fouten gemaakt. Die fouten moeten gecorrigeerd worden. Die fouten moeten hersteld worden. Dat is een van de commitments van die retreat. Fouten corrigeren, meneer voorzitter. Fouten herstellen. Meneer voorzitter, maar we zijn vastberaden om een beter tweede helft te spelen met concrete doelen die wij ons in ieder geval al vooropgesteld hebben voor tweede helft, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, de ministers zijn beschikbaar voor de detailvragen. Dat zijn de ministers van NH als het nodig is, de minister van ROM als het gaat om cyanide, de minister van Financiën, waarbij heel wat vragen gesteld zijn over financiële zaken. Maar voor mijn deel wil ik het hierbij laten. De voorzitter, dank u wel. Goed, dank u wel, president. En wie gaat...